We zijn op het Vegdal College en we gaan kennis maken met de directeur Cor Vosselman. Cor, wie ben je eigenlijk? Want zo lang ben je hier nog niet. Nee, dat klopt. Ik ben hier sinds 1 november 2017, dus dat is een maand of zeven. En ik ben hiervoor directeur geweest in de Achterhoek. En zag vorig jaar rond deze tijd, exact op deze dag, had ik nog een assessment voor deze baan. En zag ik deze vacature. En dit is een prachtige school om te gaan werken. Wat is er zo aanlokkelijk om hier te gaan werken op het Vegdal College? Nou, dit is een brede scholengemeenschap. Van VMBO tot VWO. Dat was een spel wat ik nog niet eerder gespeeld had, zeg maar. Een hele brede scholengemeenschap. En wat ik ook heel mooi vind is dat wij nog een MBO van landsteden binnen de deuren hebben. En waarmee we thuis nabij onderwijs kunnen bieden. En dat is, dan hebben we het hele spectrum aan onderwijs hebben we onder één dak in een prachtig gebouw. Wie zou dat niet willen? Thuis nabij onderwijs is natuurlijk wel een begrip, hè? Dat betekent dat je hier in Ommen eigenlijk bijna alles kunt gaan volgen. Dat je niet naar een andere stad of dorp moet reizen om het vervolgonderwijs te krijgen. Klopt. Is dat een ideaal van jullie? Ja, en dat is een van de drijfveren om MBO ook hier te gaan aanbieden. We zien dat kinderen van het VWO, die zijn een jaar of 18 en die zwerven uit. Nou, dan zijn ze volwassen. En we zagen juist die VMBO'ers, die een jaar of 15 zijn en dan eigenlijk uit om en weg moeten voor hun vervolgonderwijs. En dat vonden we geen goed plan. En vandaar dat mijn voorganger al bezig is geweest met het MBO en dat we dat nu voor het tweede jaar hier aanbieden. En dat biedt kinderen gewoon kansen in hun eigen woonplaats. Wordt dat nog uitgebreid? Nou, we willen eerst maar eens bestendigen, zeg maar, en een aantal dingen borgen. En of het veel groter maken, dat weten we nog niet. Maar we zijn eerst nu de kwaliteit goed op orde te krijgen. Die is goed, maar dat ook goed bestendigen. Voor welke bedrijfsrichting is die MBO? Is het een brede basisopleiding? Is het een brede? Ja, MBO 2 kunnen ze allerlei beroepsrichtingen doen. Dus van kapper tot, tot dienstverlenende sector. Ja. Nu is de school een vrij grote school. Klopt dat? Ja, we hebben dit jaar 1500, hou me niet helemaal op vast, maar 1528 leerlingen. 1528 leerlingen. Ja. Zien de leerkrachten de individuele leerling dan nog wel? Ja, dat is juist de kracht van deze school. En dat zie je ook op zo'n dag als vandaag, waar we buitenschool vooral wat gedaan hebben. Dat daar veel docenten erbij betrokken zijn en dat docenten de kinderen kennen. Maar ook in hoe we het gebouw ontworpen hebben. Hebben we eigenlijk een kleinschaligheid, kun je daarin terugvinden. Als kinderen hier in klas 1 binnenkomen, dan zitten ze eigenlijk op een thuisbasis in het bovenste deel van het gebouw. En daar worden ze gezien en gekend. En dat is een belangrijk aspect van deze school. Dus dat is een van jullie pijlers eigenlijk waar het op onderwijs op gebouwd is? Zonder relatie geen prestatie, wordt hier vaak gezegd. Ja, ja. Dus, is dat een van de doelen ook van het Vegdal College om kinderen meer te betrekken bij andere zaken dan alleen maar het onderwijs? Ja. Het is het heet tegenwoordig zo'n mooi biel doen. Het is meer dan alleen maar vakken als wiskunde, aardrijkskunde of geschiedenis. Maar het is ook van betekenis zijn voor de anderen. En dat hebben we ook in ons strategisch beleidsplan, wat we vorig jaar hebben gemaakt. Dat loopt tot 2021. En een van de speerpunten daarin is dat we kinderen breed willen opleiden en een brede verantwoordelijkheid willen meegeven. En die vinden we ook wel een vrij logische bij het feit dat we een christelijke school zijn. Dan kan je bijna niet alleen voor jezelf bezig zijn. Daar is ook een beetje het logo op gebaseerd, hè? Een opengeslagen Bijbel. Ja. Kun je dat nou nog weer meer terugvinden in het hele onderwijs? Nou ja, zoals veel scholen dat doen door vieringen en dagopeningen, door ons aannamebeleid. Maar ik vind het veel belangrijker dat we zichtbaar zijn in de plaats en dat we weten dat we wereldburgers zijn. En meer dan alleen Ommenaren of zoals in mijn geval, ik ben een Harderwijkenaar. We moeten meer zijn dan alleen onze eigen locatie. Is het niet moeilijk om in deze tijd dan ook iedereen te betrekken bij de hele wereld, bij andere zaken? Het is toch de tijd van Nederland first, de tijd van... Ja, dat kan Amerika misschien zeggen, maar in Nederland kunnen we dat als internationaal land helemaal niet zeggen.
Dus om ook deze leerlingen mee te helpen opvoeden in een richting van een geglobaliseerde wereld. Ja, wereldburger, precies. En dus heb je ook iets te doen. En zo'n Urban Learn als vandaag voor Edukans. Ja, dat is een hele mooie manier om die kinderen op een hele speelse manier duidelijk te maken waar we met elkaar voor staan. En we worden ook nog zichtbaar in Ommen. Dus dat is een tweede pijler die in ons strategisch beleidsplan staat, namelijk dat we verbinding zoeken met onze omgeving. Je noemde net al even, dat is ook een pijler van ons onderwijs. Noem nog eens een pijler. Nou, wij zijn echt aan het nadenken op alle drie de vestigingen. En ook hier van hoe gaan wij meer inspelen op individuele leerbehoeften. Want we zien ook best wel wat knelpunten in ons onderwijs. Dus we willen naar meer maatwerk. En dat doen we al op allerlei plekken, ook in de school. Maar dat willen we toch op een wat integrale manier. Dat kinderen wat sterker gemotiveerd blijven. Want daar zien we best wel als een punt. En dat is volgens mij niet alleen iets van deze school. Maar dat is iets wat breed in het Nederlandse onderwijs wel speelt. En we zijn echt aan het zoeken, en daar gaan we het komende jaar ook hard mee bezig, van hoe gaan wij dat hier in Ommen vormgeven. Passend bij de omgeving, passend bij de school, maar wel meer op maat. En meer kijken naar de individuele leerling. En geldt dat voor leerlingen die meer kunnen, of geldt het alleen voor leerlingen die wat minder kunnen dan een gemiddelde leerling? Nou, dat geldt schoolbreed. Dus dat betekent echt dat we gaan nadenken van, zoals dat mooi heet, het onderwijsconcept. Van, nu hebben we lessen van 50 minuten met allemaal aparte vakken en daar is niets mis mee. Maar we zien wel eens dat we daar soms wat tekort schieten in het aansluiten bij kinderen. En eens kijken, we gaan het komende jaar echt als onderzoeksjaar gebruiken met elkaar om na te denken over wat zou dat kunnen op dat punt. Zit je dan te denken aan vakkenintegratie? Dat is het vak van de leraar. Van hoe gaan we nou die kinderen, hoe gaan we onderwijs geven en hoe gaan we het leerproces vormgeven? Dat zijn zodanig professionals, die hoef je op dat gebied geen leiding te geven. Die kun je gewoon alleen faciliteren. Nou, dat is wel mijn ideaal. Het gaat er niet om dat deze school zo wordt als ik vind dat die moet worden. Een van de dingen die mij opvalt hier op deze school is Pluspunt bijvoorbeeld. Echt een plek voor kinderen met een meer dan gewone behoefte aan begeleiding. Ja. Hoe loopt dat? Ja, ik zou bijna zeggen dat loopt te goed. Dat klinkt wat negatief. Want als je kijkt naar passend onderwijs, dan zou je moeten zeggen van we moeten zoveel mogelijk in de klas inspelen op de kinderen die speciale behoefte hebben. Maar wij hebben wel gezien dat soms te veel gevraagd is en dat we daarin een voorziening moeten treffen. En dat Pluspunt is een fantastische voorziening. En dat hebben we ook goed voor elkaar hier op school. We hebben medewerkers die echt goed geschoold zijn en die kinderen kunnen ondersteunen. En het mooie vind ik, daar staan ook bijvoorbeeld twee bedden. Dat kinderen die echt even in een prikkelarme omgeving moeten zijn, daar even helemaal weer tot rust kunnen komen. Wat is nou verder nog het ideaal wat je wil bereiken? Als je dan zometeen over 25 jaar afscheid neemt, wat moet je zeg je dan, dit moet er staan, dat zou ik doorgaan willen hebben, dat inderdaad de school is die ik verlaat. Nou, een school die echt up-to-date is, dat zijn we nu al, maar we moeten dus mee in de ontwikkeling. De maatschappij die staat niet stil. Er zijn enorme technologische uitdagingen en ontwikkelingen waar we best nog een stap in te maken hebben. En dat we, waar ik het net al over had, dat die kinderen die andere leerroutes willen kiezen, dat we daar nog veel beter op ingespeeld zijn. Dat vergt wel ontzettend veel organisatie om dat precies allemaal in goede banen te leiden. Of juist niet. Of we moeten juist wat minder organiseren en iets meer kijken van wat hebben die kinderen nou nodig. Maar het is geen eenvoudige klus. Hoe gaat het met ICT hier op deze school? Is dat goed ontwikkeld? Ja, daar ben ik eigenlijk wel trots op. We hebben een ontzettend stabiel netwerk en dat heb je ook nodig. Want we gaan volgend jaar het tweede jaar met iPads in. Dat betekent dat alle kinderen van leerjaar 1 en 2 hebben iPads en die worden ook intensief gebruikt. En daarnaast hebben we een vak informatica. Nou, daar wordt ook diepgravend op ICT ingegaan. Maar vooral dat we dat breder trekken. En ICT gebruiken als middel om kinderen ook bij deze tijd aan te laten sluiten. Ja, dat vind ik heel mooi. Welke onderwerpen zou je nog meer naar voren willen brengen? Wat ik zelf nog een heel mooi thema vind en waar we het komend jaar ook mee bezig gaan, is duurzaamheid. Okay. In de meest brede zin van het woord.
We hebben hier volgens mij op deze school 80 zonnepanelen staan. Dat is al een mooi begin. Ja. Maar we zijn bezig met het formeren van een groep van leerlingen, leraren, teamleiders. Die na gaan denken hoe we die duurzaamheid echt vorm gaan geven. En dat kan zijn in afvalscheiding. Maar het gaat ook over duurzaam leren. Van dat je leert voor de toekomst. En dat kan ook betekenen dat we kijken naar de leefomgeving. En hoe we verbinding leggen met bedrijven bijvoorbeeld. Dus duurzaamheid niet alleen doen, maar ook in het lesprogramma. Ja, en dan gaan we in oktober start de week van de duurzaamheid. En dan zijn we echt bezig met dit thema. En dat willen we echt gaan uitbouwen. En dat geldt ook voor alle drie de vestigingen. En onze facilitair manager is daar ook een van de drijvende krachten. Ik ben benieuwd. Ja. Dus volop ook die leerling bewust laten zijn dat ze in een wereld leven waar ze zelf deel van uitmaken, maar die ook voor ze zorgt. Ja. En dan vooral ook in hoe we het uitvoeren, niet het voor hen bedenken, maar met hun vorm gaan geven het komende jaar en de jaren daarna. Dat wordt een hele uitdaging. Ja. Zo hebben we even kennis mogen maken met Cor Vosselman, directeur hier van het Vechtdal College. Bedankt Cor. En ik hoop dat die idealen die wij zo vol vuur van sprak, dat die ook uitgevoerd kunnen worden hier op het Vechtdal College. En dat we hier dan ook een school zien die bloeit in de gemeente Ommen.